1, 2. Laat uw porseleinenborden en kopjes maar vallen, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier in de Torbekkerstraat op het Noordereiland werd tekenaar Martin Toner in 1912 geboren. En binnenkort verschijnt daar dit beeld, de herinnering, met een vacht van porseleinen scherven. Ik wil juist dat het gebruikt servies goed is, omdat als je iets gebruikt, dan gaat er ook een stuk van je eigen levensverhaal, van wat je hebt meegemaakt en wat het bordje ook meemaakt, in dat servies zitten. Aan de Blaak in Rotterdam staat al een ode aan Martin Toonder. Met deze kleine tompoes in de top, destijds nog onthuld in aanwezigheid van de tekenaar zelf. Ik ben natuurlijk zeer vereerd met het standbeeld. Het nieuwe beeld van tompoes wordt een veel exactere uitvoering. Zeker, want je moet natuurlijk tompoes is tompoes. Ik bedoel, dat is een icoon. Dus daar moet je je wel aan houden. Maar tegelijkertijd heeft tompoes nog nooit 3D bestaan. Hè? In de derde drie dimensies, altijd in een plat vlak, in een tekening, stripverhaal, in een film. De heer Zielknijper, dokter Anders. Uiteindelijk, als hij klaar is, komt hij in de Torbekkenstraat te staan. En dan zal hij wijzen met zijn hand naar het geboortehuis van Martin Toonder. En nu moeten wij hem in 3D maken. Dus ja, dat komt dan aan ons om daar de verantwoordelijkheid voor te goede vormgeving te nemen. Er wordt geschuurd, geveild en binnenkort komt er dus die speciale porseleinen vacht. Met uw welnemen. We willen begin volgend jaar, dus 2013 januari, plaatsen. Flink doorwerken dan, hè? We gaan gauw aan de gang.